De Agora-school in Pillemaas wordt in het voormalige Groene Kruisgebouw in Panningen gehuisvest. De school kreeg donderdag de sleutels van het pand. Tot voor kort was het pand een woonplek, maar nu krijgt de middelbare school er vorm. De toekomstige leerlingen mochten als eerste een kijkje nemen. Blijf goed mee, toch? En dit wordt jullie uitzicht, jongens. Dit wordt jullie uitzicht. Zo kun je hier even een mooie werkstuk maken, iemand. Kun je gewoon naar buiten kijken? Weet je, dat het gewoon allemaal zo komt. Eerst, we zaten echt met gewoon bijna geen informatie. En zelfs niet eens weten of hij nog dit jaar er wel zou komen. En nu hebben we al een gebouw. De school kan gebruik maken van de 2 verdiepingen om onderwijs te geven. Ja, het is een groot pand. Ja, want het is natuurlijk bedoeld dat we gaan groeien. We beginnen met ongeveer 45 leerlingen in het begin. Ja, nou ja, die worden ouder en er komen nieuwe leerlingen bij. Dus volgend jaar hopen we rond de 100 leerlingen te zitten. En dan, die kunnen dan hier mooi een plekje hebben. En dan na die 2 jaar dan komt er weer iets nieuws. Want aanvankelijk zou het de bedoeling zijn dat de Agora-school bij het Bouwens gehuisvest zou worden. Daar is vanaf gezien. Nou ja, we hebben in eerste instantie dus gekeken of we dus bij het Bouwens zouden inhuizen. Er zou een hele grote verbouwing voor nodig zijn. En toen hebben we eigenlijk met elkaar gezegd, nou, misschien is het voor nu goed om even een locatie dicht bij het Bouwens te vinden. Nou, dat is, hè, het Bouwens ligt hier 100 meter vanaf. Dus we gaan nog wel echt die samenwerking met het Bouwens aan. Maar dan hebben we wel gewoon ook een plek voor onszelf waarin we lekker kunnen groeien. En dan wat de toekomst brengt, dat zien we dan alweer. Agora-onderwijs is een onderwijsvorm zonder klassen, cijfers, toetsen of huiswerk, waarbij elke leerling zijn of haar leerroute uitstippelt op basis van eigen wensen, vragen en interesses. Ja, hier heb je wel vrijheid en je mag wel een beetje zelf bepalen. En ik hou er wel van om zelf te bepalen en niet om door iemand anders gestuurd te worden. Omdat het een andere lesmethode is en dat is gewoon leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Vanaf 1 augustus bestaan we, dus we bestaan nu nog niet. Vanaf 1 augustus bestaan we officieel en zijn we onderdeel van Stichting LVO, dezelfde stichting waar het Bouwens onder valt. En is bestuursoverdracht vanuit de gemeente ook geregeld. En dan is 6 september de eerste schooldag. En tot die tijd kan er geklust worden. Volgende week is er voor alle leerlingen een kennismakingsochtend. Dan wordt er gestart met het eigen maken van het gebouw. Het is nog een beetje raar, want je kunt zien wat het vroeger was. Maar je kunt je ook voorstellen wat het volgend jaar gaat worden. Ja, ik weet nog niet echt hoe het uitkomt te zien, maar het lijkt me wel heel erg leuk. Ja, we mogen dit komende 2 jaar ons helemaal eigen maken en daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. Het geeft een goed gevoel dat het eindelijk gaat beginnen.